Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe dag. Vanochtend heb ik Genoa naar school toegebracht, Cyrano door naar het werk en Mason afgezet bij mijn moeder. Ik had ineens zoveel buikpijn, voelde het echt even niet in de ochtend. Dus zei mijn moeder, breng hem naar mij en dan kan je gewoon rustig opstarten. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb boodschapjes gehaald om te ontbijten, want dat hadden we niet meer. Dus heb ik gauw wat boodschapjes gehaald om ontbijt te maken. Het is inmiddels al 9:45 en ik heb nog niet gegeten. Ik heb alleen een gember, passion, shotje gehad en dat is het. Dus ja, ik ga nu even ontbijten en mijn boodschapjes met jullie delen. Yes. Waar zijn mijn boodschappen eigenlijk? Oh, mijn boodschappen zijn beneden, dat meen je niet. Ja. Waar van beneden? Ik kom niet helemaal beneden. Oh nee, niet helemaal beneden. Gelukkig. Oh. Nou, daar zijn mijn boodschapjes, jongens. Oké. Wat heb ik allemaal gehaald? Nou, ik ben dus langs de Vomar geweest. En boerentijgerwit brood gehaald. Chips. Tissue box. En ik kwam dit leuke canvas schildersetje tegen. Was maar 2 euro. En er zit dus ook verf bij. En Noah's favoriete pup. Twee keer salami. Munt en carpaccio. En ik had laatst dus Italiaanse bollen gehaald. En ik hoop dat het er nog is. Yes. Oh, heerlijk. Deze bollen zijn zo lekker. Dus ik ga nu lekker een ontbijtje van mezelf maken. Ik ga de pan van alvast aanmaken. En ik heb ook zin in een verse mooibeen. Dus dat ga ik ook gelijk maken. Oké. Ik kom zo weer bij jullie terug. Mijn broodje is klaar. En mijn theetje ook. Heerlijk. Yes. First bath. Mmm. Oh, heerlijk. Oké. Ga dit nu lekker opeten. Daarna ga ik 1,5 uur studeren. Nou jongens, ik heb aan school gezeten. En ik ben bijna klaar. Ik moet nog 1 hoofdstuk. Ik had in principe door kunnen blokken. Maar ik voel dat ik moe aan het worden ben. En het is pas 12:30. Dus heb ik mijn boeken dichtgeslagen. Ga ik nu even wat anders doen. Ik moet nog 1 hoofdstuk afronden. En bij het laatste hoofdstuk had ik heel veel formules en tabellen. Die ik moet opslaan in mijn hoofd. Dus wat ik ga doen. Ik wil, ja, ik denk niet dat ik het vandaag ga doen. Maar ik denk dat ik morgen eventjes naar zo'n knutsel hobbywinkel ga. Om ze omega wel te halen. Wat ik altijd doe, wat me heel erg helpt, is om de formules uit te printen, uit te knippen en op te plakken. Dat ik dat blad gewoon voor me neer kan zetten en dat alles gewoon overzichtelijk is. Dat helpt mij enorm. Vroeger met wiskunde deed ik dat ook altijd super makkelijk. In plaats van door te bladeren en te zoeken. Als je gewoon 1 vel hebt, kan je alles makkelijk linken. Door middel van pijlen en markeerstiften. Dus dat is heel fijn. Dus dat moet ik even gaan zoeken. Maar nu ga ik eventjes 2 pakketjes met jullie unboxen. 1 van Chiquelle en eentje van Shein. Dus ja, ik begin als allereerste met Chiquelle. Ik heb nog niet opengemaakt, dus dat ga ik nu samen met jullie doen. Even kijken. Oeh, wat is dat? Nou, we beginnen als eerst met dit item. Oh ja! Oh, wat cute! Oké. Dit is het eerste item. En I really like it. Dit is echt cute.
Dit is gewoon een top. En hier zit dus ook een bijpassende rok bij. Very cute. Oh, ik ben hier echt heel blij mee. Even kijken. Beide heb ik in een medium genomen. Dit is dus de rok. Dat stretch heeft. Het heeft ook een rits aan de achterkant. Dit samen met dit. Oh, ik ben benieuwd. Nou jongens, ik heb het pakje aan en oh my god. Dit is sowieso mijn favoriete item. Dit is zo mooi. De details ook ervan. Ik vind dit niet eens ordinair dat dit zo open is. Het is gewoon chic. En de booty guys. Wauw. 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 En dan het volgende item is iets roze. Ik vind dat de kleur roze heel mooi bij me past. De enige reden waarom ik het niet vaak koop is omdat dat je niet vaak aan kan. Omdat het zo bright is, zeg maar. Maar kijk dit nou. Dit is zo cute. Die ruffeltjes aan de onderkant hier. Oh, dit is zo cute. Oh, ik ben echt benieuwd hoe mijn manboobs hierin gaan passen. Maar daar gaan we heel graag achter komen. Nou guys, ik ben hier echt heel blij mee. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Het ziet er een beetje ordinair uit. Omdat ja, het raam staat open. Het is een beetje fris. Dus je ziet wel mijn tepels. Maar it's so cute. I like. Yes. Dit is gewoon everything. Dit is gewoon helemaal Kimberly, de gouden details. Nee, dit is het gewoon echt. I love it. Ja. Yeah. En even kijken. Dit heb ik genomen in een one size. En ik zie nu op de verpakking XS staan. Dus ik ben heel benieuwd wat dat ook alweer was. XS. Oh ja. Yeah. Oh, ik ben hier zo één, jongens. Dit artikel loer ik al zeker een jaar, hè. Eeuwig is uitverkocht. En volgens mij was er weer een XS gekomen. En ik heb hem gewoon genomen. Waar ik al 4 jaar geen maat XS draag. Maar toch gierig ben om deze te kopen. Kijk, jongens. Dit is zo een vest. Gewoon een heerlijk vest. Ik was namelijk op zoek naar een lekker vest waarmee ik gewoon lekker kan sporten. Of als ik snel naar de winkel ga of Noah wegbreng. En dit is gewoon zo'n heerlijk vest van goede kwaliteit. Hier ben ik echt heel blij mee. En het is zwart en ik heb genoeg zwarte joggingsbroeken die hierop kunnen. Het heeft ook geen print of een logo. Dus dit past echt overal op. En het ziet er oversized uit, dus ik denk dat die XS prima past. Nou jongens, dit is dus het vest. En hij zit echt perfect. Hij zit gewoon perfect. Echt helemaal perfect. Ik kan hem ook strakker trekken. Ik leg jullie heel even hier neer. Ja, ik kan hem dus strakker trekken. Dan kan je hem zeg maar... Zo is hij ook heel leuk volgens mij. Zo. En ik zie zeg maar zo. Ik heb het nu niet onderaan, dus ik kan niet te veel openmaken. Maar jongens, nee, ik vind hem zo bijna leuker. Oeh. Nee, helemaal blij mee. Echt waar. Capuchon. Hij heeft ook een grote capuchon. Ik kan hem nu niet echt opdoen, want ik wil mijn haar niet verpesten. Maar hij is echt heel lekker. Kwaliteit is ook echt top. Precies wat je ziet, dat is wat je krijgt. Ja, nee, hier ben ik heel erg blij mee. Echt 10 out of 10 dit. Nou, dit was inmiddels alweer het allerlaatste item dat ik met jullie wil delen. Ik heb natuurlijk weer een superleuke kortingscode voor jullie kunnen regelen. Namelijk met de kortingscode Kimberly25 ontvang je maar liefst 25% korting op alles. Met uitzondering van sale items, maar voor de rest op alles. En ik laat uiteraard alle linkjes van de items die ik zojuist gepast heb achter in de beschrijving. De kortingscode is vanaf vandaag 5 dagen geldig. Dus maak vooral gebruik van de kortingscode om jezelf wat geld te besparen. Nu gaan we over naar het volgende pakketje. En die is dus van Shein.
ik bestel echt nooit bij Shein. Omdat ik ben niet echt een persoon die ervan houdt om forever op een pakketje te wachten. Maar ja, ik zag wat leuke items voorbij komen. En ik had iets nodig voor de 31ste. Want dan ga ik stappen met mijn zus en mijn neven. Dus it's on time! Ik ben echt blij. Dus ik dacht van, nou ja, als ik toch eenmaal bestel, laat me gelijk een beetje scrollen door de website. Wat ze allemaal hebben. En ik zag best leuke dingen. En ja, die ga ik niet met jullie delen. Als eerst heb ik wat spulletjes voor mijn haar gehaald. Dat is deze water dispenser. En it's so cute. Look at this. Is het niet kapot? Nee, helemaal blij mee. Voorheen had ik een zwarte. Maar ik vind deze wel helemaal leuk. Ze hadden verschillende kleuren. Ik zag ook een superleuke pastel paarse. Maar ja, ik heb niet echt iets met paars. Maar die paarse vond ik eigenlijk mooier dan die roze. Maar ja, ik heb toch voor roze gekozen. En ik heb ook zo een borstelkam setje gehaald. Ook in het roze. Wat er dus in zit is zo'n, ja, een edges brush. Met een kammetje. En ik kwam dus ook deze tegen. Hiermee kan je volgens mij net strakker je haar kammen. En dat is eigenlijk precies iets wat ik nu niet moet gebruiken. Maar als je een keer je haar echt sleek naar achter wilt kammen, dan is dit wel echt wat je nodig hebt in je leven. En als laatste zat er dus ook een steelkam bij. Ik heb nog nooit eerder zo eentje gezien. Maar in principe, ik kam mijn haar sowieso niet met dit. Ik gebruik alleen maar de steel. En ik had alleen een plastic steelkam, maar die is gewoon niet fijn. Deze is gewoon echt fijn om goede scheidingen mee te maken. Dus ja, ben ik weer eventjes voorzien van goede haaraccessoires. En toen, even kijken, wat hebben we hier? Ben ik random sportkleding gaan kopen. Echt heel random. Maar deze zag er wel leuk uit. Deze. Gewoon een simpele zwarte. En hij heeft dus ook dit waar je je duimen doorheen kan doen. En een sportlegging. Deze. Ook heel simpel. Volgens mij gaat je billen hier wel spannend in zitten. Dit. En wat ik fijn vind. Hij heeft van die pockets waar je je sleuteltje, telefoon, lipgloss. Kan er allemaal in. En deze top. Heb ik daar gehaald. Was ook bedoeld voor de 31ste. Ik heb hem gepast. Hij is leuk. Maar hij is very see-through. En het is raar, want ik keek zeg maar naar de reviews. Mensen hadden hem aan en ik dacht echt, ja man, hij is leuk. Maar het schijnt hartstikke door. Heel jammer. Kijk hier dat label. Nee, dat kan echt niet. Vooral hoe ik ook met mijn neven ga, het kan echt niet. Dus ja, dit is wel heel jammer. Maar misschien dat ik het... ja, ik weet niet wat ik hiermee ga doen. Ik weet het niet. Het was gelukkig very cheap. Dus kijk wel wat ik ermee ga doen. En last but not least heb ik mijn zonnebril gehaald. Voor festivalseizoen. Ja, ik dacht, laat me het gewoon even proberen. Look at this. It's giving, guys. Je moet hier echt van houden, maar ik hou hier echt van. Dit is het echt voor mij. Ik hoop dat het een beetje leuk is. Ik vind het, ja, dit vind ik niet zo mooi. Hij voelt best wel cheap aan, maar ja, dat was hij ook. Dus ik ga er niet al te veel over zeggen. But this. Yes! Ik zie mezelf al helemaal met mijn haar strak naar achter. Eigenlijk precies zo. Met mijn lange ponytail. Yes. It's giving, guys. It's giving. Helemaal blij mee. Oh my god. Echt leuk.
Alleen ja, de kwaliteit is gewoon niet... Het is wel een heel dun dingetje hoor. Dus deze moet je echt niet laten vallen. Want anders is het echt gelijk klaar, denk ik. Maar ja, het is gewoon voor een festival. En meestal als ik naar festivals ga, ik ga echt niet met mijn dure brillen naar daar hoor. Want ja, je gaat daar gewoon om te feesten en om druk te doen. Dus ja, voor zo'n... Als dit kapot gaat, daar gaan we in ieder geval wakker liggen. Nou, dat waren mijn Shein items. Ik ga nu... Ik zit niet echt te twijfelen. Ga ik even knallen, dat laatste hoofdstuk. Of ga ik even rusten. Over een anderhalf uur de deur uit om Genoa op te halen. Heb ik tijd om het laatste hoofdstuk te doen? Ja. Wil ik het doen? Nee. Ga ik het doen? Ja. Let's do this. Nou guys, ik ben eindelijk klaar. Ik dacht dat het een uur zou duren, maar ik was eigenlijk met 3 kwartier al klaar. Het viel eigenlijk wel mee. Ik zat er helemaal in, dus het ging eigenlijk vlotter dan ik dacht. Ik zou eigenlijk met mijn zus gaan sporten over 2 uur. Maar ik heb gewoon zo'n buikpijn die in vlagen komt. Dus nee, ik denk niet dat ik vandaag ga sporten. Misschien als het in de avond voorbij is, dat ik dan in de avond zelf ga sporten. Maar voor nu ga ik het mezelf echt niet aandoen. Want het is echt gewoon die ongesteldheidskramp van de tweede dag. Dat je gewoon helemaal bekrompen zit. En ik ben echt zo blij dat ik 3 dagen achter elkaar vrij ben. Dat ik niet, hoef te werken. Want echt, dit is het echt niet. Maar goed, anyway. Ik moet over een half uur de deur uit om Noah op te halen. Ik zit te twijfelen. Ga ik in dat half uurtje snel naar die hobbywinkel om dat vel te halen. En nog wat pennetjes en handige spulletjes die ik erbij kan gebruiken. Of ga ik gewoon even... mijn ogen sluiten voor 25 minuten. Ja, ik ga voor het laatst dan. Ja. Nou, de plannen zijn gewijzigd. We zijn hier beland. Samen met mijn zus. Noah hebben we inmiddels opgehaald. We zijn heel even langs de snackbar gegaan. Heb ik Noah's favoriete milkshake gehaald. Want meneer heeft tegenwoordig een favoriete milkshake. Ananas. En ook patat gehaald. Snackjes. We vroegen aan hem, wat wil je doen? Wil je een drankje doen? Toen zei hij, ik wil heel graag naar de speeltuin. Dus gaan wij nu naar de speeltuin. En dan gaan we daar lekker onze vette hap eten. Hele auto ruikt naar vreten. Dus ik kan niet wachten om te eten. Ik ben inmiddels weer thuis en ik
gedoucht. Ik heb mijn gezichtsroutine al gedaan. En ik had net zo lekker bij mijn moeder gegeten. Mijn moeder had mijn zus haar favoriete eten gemaakt. Dat is stampot met braadworst. Dat is echt mijn zus haar lievelingseten sinds way back en tot de dag van vandaag. Zij kan dat echt elke dag eten. En het was zo lekker. Ik ga nu heel eventjes olie voor mijn haar zetten. Oh hier. Deze olie. Voordat ik ga slapen. En oh, mijn haar ziet er echt niet uit. Ik moet wel zeggen dat mijn haar heel erg gegroeid is. In een korte periode. Ik ga niet heel veel zetten. Want ik heb 5 dagen geleden een hot treatment oil gedaan. Maar ja, ik probeer nu gewoon vooral voor de voorkant wel een beetje bij te houden. Ik ga mijn haar pas over 2 dagen wassen. Maar ik heb wel vooral aan de voorkant net gel gezet. Dus ik wil het wel verzorgen. Maar wat ik met jullie wil delen. En dit is eigenlijk een beetje bedoeld voor de mensen die meer dan 1 kind hebben. De afgelopen maanden heb ik heel erg gemerkt dat Genoa weer helemaal aan het veranderen is. Een beetje op een irritante wijze. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat hij weer een beetje hetzelfde heeft als wat hij had toen Mason pas geboren was. Omdat Noah volledige aandacht had van ons. Hij is heel erg geliefd bij ons in de familie. Iedereen houdt echt van Genoa. En nu hoe Mason erbij gekomen is, krijgt Genoa natuurlijk nog steeds die aandacht. Maar Mason ontwikkelt zichzelf in heel veel dingen. Dus Mason krijgt echt heel veel aandacht van iedereen. Genoa is gewoon heel jaloers. Hij is gewoon heel jaloers. En ik sprak er met mijn zus over. En mijn zus werkt met jonge kinderen. Dus zij herkende dat gedrag ook. Dus zij adviseerde mij dus om meer dingen met Genoa te doen. Dat Cyrano en ik soms gewoon alleen iets met Noah moeten doen. Zodat hij ook voelt van, het draait niet alleen om Mason. Toen we hem in de middag hadden opgehaald van school. Toen vroeg ik aan hem van, lijkt het je leuk om iets samen met mama en tante Selma te doen? En toen zei hij, ja, leuk, leuk. Toen zei ik, wil je dat we Mason ook ophalen of wil je gewoon alleen met ons? En toen zei hij, nee, alleen met tante Selma, mama en mij. Dus toen heb ik hem gewoon gevraagd, wat zou je willen doen? Heb je zin om lekker een drankje te gaan doen? En toen zei hij, nee, ik wil heel graag naar de speeltuin, naar die grote speeltuin bij ons huis. Dus toen dacht ik, oké, leuk, gelukkig ging het niet regenen. Zijn we dat gaan doen, daarvoor eerst naar de snackbar geweest om snackjes te halen en milkshake, wat hij super lekker vindt. Hij mocht ook voor de verandering zijn eigen, want meestal neem ik gewoon ananasmaak en dan mag hij gewoon een paar slokjes nemen. Maar deze keer mocht hij echt zijn eigen hebben, dat vond hij helemaal geweldig. Dus hij vond het echt heel leuk. En toen we klaar waren, toen zei hij van, zullen we nu naar huis gaan? Want ik mis Mason wel heel erg. Dus ja, dat was wel heel leuk. En daarna, toen we thuis waren, was hij ook heel anders. Dus ja, vanaf nu wil ik dit gewoon vaker doen. En wanneer hij van school komt, kan ik gemakkelijk eventjes de stad ingaan om eventjes chocolademelk te drinken. Of een ijsje te gaan eten. Het hoeft niet lang te duren. Gewoon eventjes Noah, mommy time. Dat moet ik gewoon vaker doen, want ja, in principe doe ik altijd alles samen met die jongens, omdat ik het meestal ook gewoon gun. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om soms individuele playdates te hebben met je kinderen. Dus ja, dat wou ik nog eventjes vertellen. Wat ga ik nu doen? Ik ga nu naar boven met Cyrano Power kijken en daarna ga ik naar bed. Morgen ben ik gelukkig nog 1 dag vrij. En dan ga ik optimaal rusten. De jongens gaan dan naar de opvang. En dan kan ik gewoon lekker aan school zitten. Wasjes draaien. En dan pas na 6:30 ophalen. Dus lieve mensen, bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet geen dikke duim omhoog achter te laten. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat ik heel graag te zien heb.